Je ziet dat in Nederland vooral social media een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Experts binnen TNS Nipo zorgen ervoor dat die informatie die er door consumenten eigenlijk geleverd wordt, ook vertaald kan worden naar informatie waar je vervolgens beleid op af kan stemmen. En ook, ja, wat moet ik nu doen als bedrijf? Daar kunnen wij dan ook adviezen in geven. Wat we zien is dat er eigenlijk best wel veel gemiste kansen nog zijn. Er zijn een aantal bedrijven die heel erg goed bezig zijn, waarvan de consumenten ook aangeven dat ze gewoon super geholpen zijn. Maar bij het overgrote deel zien we gewoon veel gemiste kansen. We zien bijvoorbeeld dat 2/3 van de consumenten die een online bericht plaatst ook een reactie verwacht van een merk. Maar slechts 1/3 krijgt ook die reactie. Dus er zijn gewoon veel mensen die een bericht plaatsen, maar vervolgens geen reactie van het bedrijf krijgen. Het is hartstikke zonde dat bedrijven daar niet voor reageren, want mits webcare wel goed uitgevoerd wordt, zien we ook dat je mensen er echt enthousiast mee kan maken. En dus ook als het ware ambassadeurs creëert. Zodat mensen in plaats van een negatief bericht, juist een positief bericht over jouw webcare gaan plaatsen. Je ziet dat webcare een steeds volwassener plek gaat krijgen in de klantenserviceafdelingen. En wij helpen bedrijven om daar ook op een volwassen manier mee om te gaan. En wat we steeds terugzien in onze onderzoeken is dat mensen heel erg blij worden van een persoonlijke benadering. Dus het is niet alleen puur antwoord geven op een vraag of helpen met een probleem, maar juist ook het persoonlijke karakter van social media ook in die webcare te gebruiken. Voor webcare hoef je niet bang te zijn. Het biedt kansen juist. En ik denk dat als een bedrijf goed met die informatie die consumenten over jouw merk en over jouw dienstverlening vertellen, als je daar goed mee om kan gaan, dan biedt het juist je concurrentievoordeel.